We hebben afgelopen najaar gekozen voor weide 365 om extra opbrengst van eigen grond te kunnen halen. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Boer Daan voegde klaver toe aan zijn weide 365 perceel. De reden dat we met klaver combineren is om een smakelijk product voor de koeien met extra stikstofbinding voor de grond, waardoor minder kunstmest hoeft te worden toegevoegd. En het perceel valt mij op dat het een smakelijk product is, tegenover de rest van de percelen nog weinig roestvorming in het gras zit, dat een smakelijk product is voor de koeien. Hoewel het pas 10 augustus is, is het gras alweer klaar voor de vierde snede. Wat we vandaag zien is dat de vierde snede gemaaid wordt. In Wolfhezen beproeven we ons nieuwe concept weide 365. In deze beproeving bekijken we de groei van het gras in vergelijking met gangbare mengsels, zoals in volgend voorbeeld BG3. In deze beproeving zien we dat weide 365 het grasseizoen verlengt en de grasopbrengst verhoogt. In de markt zien we dat veehouders juist op zoek zijn naar gewassen die je over een langere tijd in het jaar kunt benutten. Men wil hier zoveel mogelijk dagen in het jaar gebruik van kunnen maken om zo eigen eiwit in te kunnen zetten. Zo heeft onze genetica de behoefte van de boer gevonden.